Welkom terug op de dinsdag op Gamersnet.nl. Ik ben Tom, dat is Peter. En deze week doen wij natuurlijk als altijd weer een nieuwe Gamersnet Gear. En dat is een soort van item waarin we wekelijks de nieuwste tech, randapparatuur, toetsenborden, muizen, headsets, whatever the fuck behandelen. En het is weer zover gekomen, we hebben weer een review van een meubel. Ja, nadat we eerder een gaming chair van Speedlink hebben behandeld en een bureau. Een gaming bureau, ja. Een gaming bureau. Klik door, we hebben een bureau behandeld, ja. Klopt. Hebben we nu de AK Racing Artica gaming chair binnengekregen. Een gaming chair die zijn weerga niet kennen. Dit is echt een beauty. Dit is echt een schoonheid. Het is €350 schoon aan de haak. Bam! Oh, ja, dat is wel iets meer dan die Speedlink die heel budgetair inspeelde. Ja, dus het is niet de goedkoopste. Het is ook wel een heel groot verschil. Ja, die Speedlink die staat hier op GNHQ, allemaal prima, maar deze heeft bij mij thuis gestaan. Ja, en laat me even een korte anekdote. Dat is omdat ik haalde hem uit de doos. En Peter zei, Mass Effect kleuren, die is van mij. Voilà. Je ziet het. En dat is het ook. En hij zit echt zo fijn. Ik moet wel zeggen, wij hebben voor het eerst nu dit kussentje erop. Want ik hou niet zo van dit soort kussentjes. En ja, maar ik vond het wel belangrijk om even te laten dat zien. Dat het ergonomisch verantwoorder is om dit kussentje wel te gebruiken. Maar ik vind het gewoon heerlijk om met mijn billetjes achter de in het hoekje te schuiven. En dit kussentje, dit is ook dit kan er ook af. Maar dit hij oogt wel wat klein, maar is hij wel lekker? Nee, is heerlijk. Het is echt, je kan ook echt in je nek, kan die ook. Het is echt heel erg prettig. Dat is wel relax. En het is geen goedkoop beestje, ook niet qua hoe die voelt. Nee, maar ik wou net zeggen, want je ziet hier aan de zijkant een klein beetje. Het lijkt van dat koolstofvezel een beetje. Het is natuurlijk geen koolstofvezel, maar het heeft een beetje die vibe van alsof het een luxe auto is of zo. Dat hebben ze gedaan met, ik heb voor het eerst heb ik maar ingelezen in de wereld van het leder. En je zou zeggen, Peter, jij weet toch heel veel van leer? Dat valt ook best wel tegen. Ja. Het is echt nepleer. Het is het duurste nepleer wat er is. Ja, dat is ook wel echt een mooie om erin te gooien. Polyurethaan leer, dat wordt ook wel biologisch leer genoemd. Want het is leer wat niet gemaakt is van dode dieren. Maar wel heel erg de vibe van leer meegeeft. Ja, en dat is ook wel aan alles te zien. En het ruikt niet als leer, maar het ziet er inderdaad wel. Alles lijkt op leer behalve de geur. Ja, oké. Nee, maar ik geloof het zo als je het zo ziet. Dat gebruiken ze voor heel veel bankstellen en voor de iets duurdere segmenten behalve leer, want dat kost gelijk €1000. Dus het is het eerste stapje eronder, laat ik het zo zeggen. Ja, maar ook sowieso naast gewoon hoe de stoel eruit ziet met het imitatieleer dan. Ook het onderstel en zo. Kijk, die Speedlink die we hadden, de Speedlink Regger, was ontzettend goedkoop ingespeeld. En dat had dus ook een beetje een plastic onderstel. Ja. Hier zie je dus wel al meteen, en merk je ook al in het gewicht, dat er veel meer metaal in zit. En gewoon steviger onderstel, steviger. Er zijn twee dingen daarin heel belangrijk. Het is ten eerste inderdaad helemaal opgebouwd vanuit metaal. En dat geldt alles behalve de wieltjes, maar wel het hele frame, de hele basis van het apparaat. Dat is helemaal metaal, ook hieronder. Alles metaal. En de rugsteun is zo'n soort memory-achtige foam die gewoon dat het altijd goed blijft. Ja, 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 goed blijft zitten en weer terug gaat. En hij onthoudt je kont natuurlijk. En hij onthoudt je billetjes. En hij is natuurlijk super verstelbaar. Als in? Alles. Omhoog, omlaag, naar achter, naar voren de steunen. Hier. Ja, oh ja, ja. Je kunt eigenlijk alles verstellen zodat je een ideale gaming houding hebt. En, trouwens, ook slapen toch? Volgens mij kan hij helemaal naar achter. Hij kan helemaal naar achter. Als jij de 90 graden, bam. Ja, als jij de KLM business class vibe wil ontdekken en helemaal naar achter wilt kunnen, dat kan hiermee. Er komt alleen niemand langs om champagne te brengen, dat is dan wel weer jammer. Nee, maar, dat is dan weer jammer, moet je zelf kopen. Hij zit ontzettend lekker. Ik moet zeggen, ik heb hem dus nu weer naar GNHQ gebracht om deze review te doen. Dus ik heb nu weer even mijn oude bureaustoel thuis en dat is wel echt een verschil hoor. Ja, dat vind ik... Maar dat was ook gewoon een lousje bureaustoel van €100 bij de Leen Bakker. Hey, niks tegen de Leen. Leen is goed spul. Ja, goed spul. Ik heb zelf gewerkt in het magazijn, hè, dus... Het is goed spul, goed handel. Maar je bouwde toch niet? Nee, ik bouwde ook wel. Goddank. Ja. Oh, wel? Ja, wel. Fijn. Ja. Maar goed, dit is natuurlijk wel een ander kopje thee, want het is wel gewoon €350. Ik vind hem wel en dat echt merk je aan alles. Oprecht, ook gewoon in het design, vind ik het gewoon echt wel heel strak. Nou is het wel ook dat ze... Nou denk je misschien als je dit ziet van, hebben ze dit ook in andere kleuren? Nee, want het heet specifiek de Artica, omdat dit het eerste witte imitatieleermodel van AK Racing is. Ja, dus het is wel een van hun duurdere modellen. Het is niet hun duurste, maar ze hebben een onduurder model. Nee, ze hebben er eentje van €500. Ja, die is ook een stuk breder en een stuk dikker in zeg maar de rugsteun en de zit en zo. Maar ik moet wel zeggen, dit ziet er al super royaal uit. En als je een beetje houdt van wit leder, ik weet sommige mensen vinden het fout, ik vind het wel sexy. Plus als je Mass Effect fan bent, het zijn wel echt de Mass Effect tonen. Dan zit hier wel een vlekje, maar goed. Dat is jouw schuld dan. Dat moet poetsen dan, denk ik. Ja, nee, dat kan. Nee, ik ben super tevreden. Het is gewoon polyurethaan, dus dat blijft heel lang goed. Het is puur leder.
PU-leder. Ja, PU-leder. Hm. Zo heet het. Klinkt ze wel. Noemen het ook leder, maar het is helemaal geen leder. Maar het is namaakleder. Het is niet, er zijn nul dieren doodgegaan om dit te maken. Ik ben super tevreden. Hij is super prijzig, maar dat zie je er ook aan alles op af. Aan af. Laat het weten of je dat ook zo vindt. Als je hem nou zo ziet dat je zoiets hebt van wauw. Oh, en hij kan ook draaien. Oh, dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. Dat is een feature. Ja, dat is wel een goede feature. Dat zie je niet op heel veel andere bureaus. Nee, dat is helemaal nieuw. Dat is wel fijn dat er een swivel op zit. Ja. Maar dit was het weer voor Gamers Net Gear met de AK Racing. Oh, je kan de kont ook zo doen, hè? Kun je de kont ook nog? Ja, die kun je ook weer vastzetten. Oké, dat klinkt wel als een leuk sekswipje. Ja, is het ook. Oké. Anekdotisch bewezen door Peter Bouwman. Ja. Rol ik. Die mag erop. Games at Gear, jongens. Elke dinsdag. Je mag terugkomen op gamesat.nl. Woensdag ook op YouTube. En laat weten wat je vindt van de AK Racing Artica. En ja of nee, moeten we meer meubels gaan behandelen? Of moeten we het gewoon lekker houden bij muizen, controllers, toetsenborden, headsets, you name it. Volgens mij had iemand uit de community hem gekocht laatst. Echt? Deze ook? Ja, deze. Vet. Laat me weten hoe je hem vindt. Ja. En tot snel. Bedankt, Peter. Bedankt, Tom.